Een heerlijk dramatisch einde hier op Breda Nu bij NAKPRAAT. Op jouw donderdagavond NAKPRAAT. En ik denk dat Frank Mol trots op ons zal zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Frank Mol of Mol woensdag, elke woensdagavond. Ja, als we het allemaal vol kunnen houden en we weten onze items netjes binnen de tijd te houden, dan gaan we er gewoon een stuk of vijf draaien vanavond. Ja, het zijn allemaal korte nummertjes ook, dat is wel lekker in ieder geval. Maar heel snel dus naar het eerste item van vanavond. En dat is natuurlijk de wedstrijd die we met 0-2 wonnen uit bij Almere. Ja, zo. Ik had dat eigenlijk niet zo verwacht. Ik ook niet. Het ging toch redelijk gemakkelijk, toch? Ja, het ging vrij gemakkelijk. Ik kon helaas niet naar Almere afreizen. Maar ik heb de wedstrijd wel thuis kunnen kijken. En het was dan zo'n wedstrijd zonder commentaar. Want Fox zet het niet uit. Dus dan vraag me niet hoe dat ze het, hoe dat zo'n site het voor elkaar krijgt. Maar je zit gewoon live mee te kijken. En ook de cameraman die probeert dan in te zoomen op mensen en zo. Geen herhaling van goals of wat dan ook. Nee, af en toe missen ze ook een paar acties. Omdat ze dan ineens een camera aan het rechtstrekken zijn. Toon Gerber. Ze waren alleen maar met Maxime aan het filmen of zo. Denk je het ook? Alle doelpunten gemist. Maar goed, het zag heel zorgeloos was het. Ja. Ik heb, natuurlijk krijgt iedere ploeg krijgt kansen tegen iedereen. Ik heb een heel zorgeloze wedstrijd gezien. Had ik niet verwacht. 0-2 en doelstelling behaald. Ja. Hansie Smulder. Vijf. Hoeft er niet uit. Dat zeg je, ja, inderdaad. We zijn gewoon 50 eindigen. Ja, daarom doelstelling gehaald. Doelstelling 1. Wie had dat aan het begin van het seizoen gedacht? Nee? Ja, dat wij de doelstelling zouden halen na zo'n redelijk matig begin. Laten we het zo maar omschrijven. Ja, en wat was dat nou met Almere? Want hadden die nou echt zin in? Ja, ik weet wat het is. Ik vond Almere eigenlijk pas aan het eind van de wedstrijd lekker gaan voetballen. Ja. Want de 2-0 stond erna in de eerste helft natuurlijk al dik op. Ja. Dus, maar de tweede helft begon heel gezapig. NAC had al lang wel in de gaten dat ze die wedstrijd een beetje uit konden spelen. Ja. Maar in de laatste 10, 15 minuten dacht ik van... Almere die denkt naar... want die moest natuurlijk dan, als ze zouden verliezen... zouden ze dus de eerste play-off ronde in moeten, stromen. En als ze hadden gewonnen, hadden ze de tweede ronde geschoven. Ja, dus er stond echt wel iets op het spel. Maar of hadden ze tegen Cambuur uitgekomen, hou me dat even te goede. Ja. Maar het was in ieder geval een stuk slechter afgelopen. Ja, ze waren nu bij macht of ze hadden... Ja, ik weet het ook niet. Maar, Die teleurstelling zat er blijkbaar nog in. Want toen moesten ze daarna tegen Helmond en die gingen ze hard af. Althans, ze stonden met 0-2 voor. Ja, 20 minuten voor tijd eigenlijk stonden ze gewoon met 2-0 voor. Ja, dat is een beetje toen. Ik merk het voor het Almere wat we twee tegenkwamen. Het was wel grappig als je er dan als commentator naar zit te kijken. Want heb je natuurlijk een paar dagen ervoor heb je die wedstrijd zitten verslaan. Dus ik had bijna het verslag over kunnen doen. Ja. Maar hoe ze zich dan wedstrijd spelen, dat vond ik erg van te kijken. Ook Rick ten Voorde viel me tegen in deze wedstrijd. Ja. Ex-nakker. We zouden toch veel ex-nakt nieuws tussendoor gooien. Ja, gaan we toe door. Maar over het algemeen. Prachtige goals. Ja. Eerste bal natuurlijk van Ayepong, die een beetje die de bal aangespeeld krijgt. Die viel er wel lekker in, 16e minuut al. Heeft wat ruimte uiteindelijk en kan een meter of 7, 8 voor de lijn van het penaltygebied kan die uithalen. Ja. En binnenkant paal vliegt die binnen. Ja. Mooie goal. Ik vind wel, die Ayepong, die was na de winterstop, die had een opleving. Ja. Die speelde goed. Is uiteindelijk toch weer... Ja, die is niet geblesseerd geweest, toch? Of wel? Nee, volgens mij niet. En die is zomaar weggezakt. Maar ik vind Ayepong in het begin van het seizoen ook wat warrig. Maar het is wel een speler die ook straks tegen een Eredivisieploeg wel als een mannetje voorbij kan lopen. En hij heeft wel gewoon die actie die hij kan maken. Misschien alleen dat soort voetbal wel beter voor hem, denk ik. Ik wil natuurlijk ook niet voor item 2 al vooruit lopen. Maar er wordt natuurlijk wel gezegd van de huurlingen die... Van Manchester City dit jaar binnengekomen zijn. Barker heeft het niet kunnen laten zien, mede ook door een aantal blessures. Maar de rest, behalve Manu Garcia, is natuurlijk niet echt meegevallen. Horsfield heeft het naar mijn mening ook goed gedaan, maar is gewoon een modale linksback of rechtsback. Ja. Kan goed mee, maar brengt niks speciaals, zou ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of je daar een andere mening over hebt. Ik deel die mening, maar we moeten niet vergeten dat die jongens nog maar 18 of 19 zijn, hè? Ja. En die kunnen natuurlijk alleen nog maar beter worden. Pak een willekeurige jongen uit 18 of 19 uit onze eigen jeugdopleiding. Die zijn op zich natuurlijk niet veel beter. Ja. En dan ben je blij dat een eigen jongen is. Dat soort jongens, als het dat niveau niet ontstijgt, dan moet je je gaan afvragen. Staan ze dan inderdaad niet onze eigen jongens in de weg? Ja. En dan als ze geen meerwaarde hebben, dan moet je eigen jeugd voor laten gaan, denk ik. Want anders zijn we alleen maar City aan het helpen. Mm-hmm. En nu zijn we alleen maar geholpen met Manu Garcia, zeg maar. Ja. Dat is inderdaad we zeggen wel die 2-0, maar uiteindelijk die 1-0 vind ik dan individuele klasse die dan even laat zien.
Ja, als ze kort een kopbal erin legt, dan weet je altijd dat er ergens iets fout gaat in de verdediging natuurlijk. Ja, precies. Ook, ja. Nou, alhoewel, laten we heel reëel zijn. We hebben lopen schelden de afgelopen periode dat er corners slecht genomen waren. Maar in de wedstrijd tegen Almere kwamen ze goed voor. En het is natuurlijk een... als je weet dat de Dessers vaak in zo'n situatie samen met Horsfield en de mannen die van achteruit komen vaak in de dekking lopen. Ja, waarom dan niet in de rechtsbuiten inderdaad gewoon de eerste paal opzoeken? Ja. Want laten we heel reëel zijn, zo vlak langs de paal was hij ook weer niet. Ik denk dat hij een halve meter langs de paal ging. Dus de keeper ging natuurlijk ook niet helemaal vrij uit. Maar ik bedoel, hij kopte hem er gewoon wel in. Ja, en dat is iets wat we toch eigenlijk niet verwacht hadden. Ja. Nee, en een belangrijke goede overwinning. Ja, dus ik ben er zeer content mee dat wij lekker Cambuur rondlopen. En ik denk dat we gewoon aan de goede kant van het schema zitten. En Volendam... God, ik heb het gelezen. Volgens mij heeft Volendam ook in de laatste paar na de winterstop ook echt beroerd gepresteerd. Klopt. Zelfs Kees Kwakman geeft het gewoon toe dat het niet al te best is. Nee. Ja, eigenlijk sinds Giuliano van Velzen, volgens mij, was hij niet in de spits. Hij is in de winterstop weggegaan. Ja. En daar wordt toch eigenlijk wel een hele hoop kwaliteiten van Volendam aan opgehangen. Mede omdat het een scorende spits was en ook aanspeelpunt voorin. Ja. En ook Kwakman geeft aan dat de heren bij Volendam daar het meeste aan missen, laat ik zeggen, in de tweede competitie. Ja, scorend vermogen was het. Scorend, en ze hebben Molenaar eruit gejoepeld. Ook dat, maar dat is Trent. De trainer. Hey, maar terug naar die wedstrijd, we zijn van een complex af. Want althans, de statistieken werken nog steeds tegen deze man. Maar Christian Baks, dat was de scheidsrechter. Waar we nog nooit onder gewonnen. Ja, 5 van de 6 wedstrijden die verloren onder dubieuze omstandigheden. En 2-0, niks aan de hand. Heel raar, we hebben toch geen gekke dingen gezien. Er zijn volgens mij maar 2 gele kaarten gevallen voor kwasten van Almere City en spoorkleden van NAC. Ja, klopt. Spoorkleden al heel vroeg in de wedstrijd, kan ik me herinneren. 6e minuut of zoiets eigenlijk. Ja. Ik denk eerlijk, verder weinig spannend op aan te merken, toch? Nee. Maar daarom het zit in de ren natuurlijk aan het feit, wat ik al zei. Ja, het zag er zo zorgeloos uit, omdat het was zo'n rustige... Het was echt zo'n wedstrijd alsof er niks meer op het spel stond. Ja, echt zo'n laatste wedstrijd. Dat was het niet helemaal, maar ik denk in dit geval dat de blessurelast, schuine strepen, kaartenlast, dat die een beetje doorgewogen heeft. Want allebei de ploegen wisten gewoon dat ze in de play-offs moesten gaan voetballen. Ja, maar volgens mij... En dan moet je niet tegen kaarten oplopen. Ja, maar schorsingen, die tellen niet in de play-offs, toch? Jawel, als je in de laatste wedstrijd geschorst wordt. De laatste wedstrijd wel, oké. Dus stel je zou een schorsing krijgen in de laatste wedstrijd die je een schorsing doet, dan telt die wel mee. En volgens mij in de play-offs gaan ze opnieuw tellen. En dan ga je bij 2 hele kaarten krijg je een schorsing. Ja, dus precies, zeker als je dan 6 wedstrijdjes moet voetballen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je in de eventuele finale ronde tegen zo'n last aanloopt. Nu begint volgens mij, als ik het heel goed heb, iedereen op 0. Ja, het is feitelijk natuurlijk een compleet nieuwe competitie. Hè. Zo ziet het juridisch eruit. Ja. Maar het is wel een goede regel, hoor, want anders zou iedereen die laatste wedstrijd compleet door het lint gaan, denk ik. Hè, zo. Ja, absurd veel gele kaarten. Dat zou best wel kunnen. Omdat het anders, omdat het gewoon kan. Ja. Ja. Maar, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, omdat het kan. Nee, maar die goal van Atjepong, dat was natuurlijk uitverkozen tot de Jupiler League doelpunt van de week. Ja. Prachtig. Doet hij gewoon hartstikke goed. Met 67% van de stemmen werd hij uitverkozen boven de doelpunten van, hoe heet die knapen ook alweer? Van Goedmanson van Jong PSV en van Isvan Baks van FCOS. Oké. Ik heb die goals niet gezien, want ik was natuurlijk op de weg terug op het moment dat de samenvattingen uitgezonden werden. Ik heb ze thuis nog net kunnen meepikken. Ik kijk ze niet zo heel vaak. Ja, ik heb ze wel opgenomen, maar ik heb uiteindelijk niet meer gekeken. Dus vandaar. Ik betrap me er zelf eigenlijk heel vaak op dat ik wil een belangrijke wedstrijd of een opmerkelijke uitslag wil ik wel eens terugkijken, maar... Je zal mij nooit Telstar Emmen zien inschakelen op deze groenzo. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is wel eens gebeurd, maar toen was ik de afstandsbediening kwijt. Mooi. Nee, goed zo. Druk de verkeerde knop. Hey, maar hebben we het al over Maxime gehad? Nee. Ik zie net weer... Weet je wie dat is? Nee, oké. Okay. Nou, leg het nog even kort uit. Ja, Maxime is een hele leuke meid daar die achter de dingen staat. Achter de foodcounter en drinkcounter. Ze deden weer netjes de werk. Volgens mij had ze nog een vriendinnetje bij. Misschien de zus of zo, denk ik. Ik heb ze niet gezien. Ze stond zeker aan de uitvakkant. Ja, maar ze zorgden er wel voor. Ja, precies. Inderdaad. Ja, stond wij kwamen via de andere kant natuurlijk. Maar ze deed nog de best om langs jullie langs te lopen. Want ze ging de hele tijd, elke keer was het wisselgeld op. En ze ging elke keer het kotje uit. Om weer ergens bij het hoofdgebouwtje. Ben ik dan toch dom dat ik zo geconcentreerd radioverslag zit te geven? Ja, dat snap ik ook. Was het bier?
Er was bier. Er was bier. Je kunt zeggen wat je wil, maar er is daar ergens vooruitgang geboekt. Want vorig jaar hadden wij nou echt bijna nergens bier. Nee. En nu hebben we bijna overal bier gehad. Ja, sinds dat we met die wopjes zijn begonnen, is er in één keer overal de tapkraan open. Zou best wel kunnen. Die parallellen. Maar dat is toch wel fijn. Ja, ik moet zeggen, onze andere technicus Robert-Jan natuurlijk, die was ook in Almere. Ja, die heeft ook voor elkaar. En die heeft later nog wel wat foto's gepost. Want dan zie je dus dat het bij zo'n ploeg echt... totaal geregeld ongeregeld is. Ja. Want die liep gewoon skyboxen binnen en die stond daar weer een biertje te drinken en dan was hij daar in het stadion weer ergens een ruimte die open was waar hij waar die zijn neus kon laten zien. We kregen in onze groepsapp een complete fotoverslag. Ja, dat wou ik net zeggen. Mooi. Dus Robert-Jan, als je het luistert, je gooit mijn telefoon vol, joh, met die plaatjes. Heel goed. Nee, was hartstikke leuk. Nee, we hebben ons weer prima vermaakt hoor in Almere, hoor. We voelen ons daar bijna toch wel thuis, hè? Ja. Maar moet toch ja, ze hebben nieuwe Ultra daar zo, hè? Naast de Ultras? Ja. Je hebt toch gezien? Heb je gezien? Ja, die probeerde 50 man. Ja, die probeerden wat te zingen. Die hebben ook wel eens een Cor Theo gedaan. Cor en Theo waren er ook. Cor en Theo, die waren er. Ja, wel leuk dat zo'n clubje ook een beetje een klein trommeltje in het vakje. Dat moet zich ontwikkelen, maar we doen altijd een beetje lacherig over Almere, de grootste Phoenix-wijk van Nederland. Maar het valt niet mee om daar van de grond te krijgen en het is leuk als het lukt. Ja. Des te knapper. Ik moet zeggen, als je aankomt rijden daar zo en je ziet dan die grote parkeerplaats, dan denk je, waar is het stadion? Want het lijkt net of je veredeld naar Baronie aan het rijden bent. Een beetje op twee spalen. Ik denk dat dat ook het stadion is waar je het makkelijkst ballen stadion uit kunt schieten. Ja, maar ik had het laatst ook met iemand is over. Is gebeurd. Ze hebben er eentje van de parkeerplaats af. Dat is wel best. En het mooiste nog, want wij zaten op de commentaarpositie een beetje op de midline, tegenover de televisiecamera. En daar staan daar gewoon in het midden gewoon 5 grote lichtmasten, hè, halverwege het veld. 5 op een rij. En dan denk je van, waar is dat in hemelsnaam voor nodig? Ik zeg op de blauwe kei of... Maar die andere lichtmasten die komen niet zo hoog dat ze het hele stadion mee kunnen pakken, denk ik. Dus, klopt. FC Omniworld en top, hè, laten we het dan zomaar noemen. Ja, want dat zijn natuurlijk de origine van de club zelf. Omniworld, dat was helemaal erg. Die hebben een hele bijzondere geschiedenis. Ik heb daar nog een bekerwedstrijd meegemaakt met Joe Omoa in de laatste minuut scoort. Het maakt een dramatische wedstrijd. Was het ook gewoon de voerkleur, was het ook gewoon blauw en wit of niet? Of was het ook al rood toen? Ja, volgens mij de blauw-wit. Volgens mij blauw-wit, Dus dat ze hebben het echt wel compleet omgegooid. Ja, dat klopt. En vroeger waren ze de Zwarte Schaap of zo. Dat was weer een supportersclub van DWS of blauw-wit of zo. Ja. Uit Amsterdam, dus ze hebben weer origine en ergens in Amsterdam. Heel complex vooral. Moet er maar eens voor de grap op Wikipedia gaan zoeken. Nou, dat wil ik maar. Dit was het historisch itempje hier in NAKPRAAT. Zo'n bakmuseumhoekje. Leer je toch elkaar af te wat. Dat bedoel ik. Wij gaan eerst eens ons afvragen waar wij ons Waterloo gaan vinden. Ja. Oh, heel goed.